Vices uit Hasselt, Melot uit Zonhoven en de Z-groep uit Dilze-Stockum. Dat zijn de drie Limburgse innovatieve bedrijven die de strijd aangaan voor de titel van All Star Innovation Award. Deze uitdaging wordt georganiseerd door Voca Limburg in het kader van het Creativity World Forum. Internationalisatie en innovatie zijn cruciaal voor onze bedrijven en bij gevolg ook voor Voca Kamer van Koophandel Limburg. Vandaar dat we heel graag in zijn gegaan op de mogelijkheid die het Creativity World Forum ons biedt om innovatie en internationalisatie in de kijker te stellen. Sinds 2008 kiest Voca Kamer van Koophandel Limburg ieder jaar het meest innovatieve bedrijf in onze regio. En nu met het Creativity World Forum in onze achtertuin hebben we beslist om de drie winnaars van de afgelopen jaren tegen elkaar uit te spelen en die voor te leggen aan een internationale jury van kamerdirecteurs. Melot is in een aantal jaar gegroeid van een gereputeerde, zeer hoogwaardige gereedschapbouwer naar een direct digital manufacturing bedrijf die zowel de processen ontwikkelt om materiaal aangroei te genereren als de producten die door middel van materiaal aangroei en via gewichtsbesparingen het paradigma rond productie totaal veranderen. Innovatie van ons proces is feitelijk dat we vanuit het niets iets creëren. En dat is ook binnen de filosofie van de Blue Economy. Dus met zo weinig mogelijk materiaal een maximale toegevoegde waarde creëren en ervoor zorgen dat dat past binnen een kredel-to-kredel of een wieg-tot-wieg filosofie. Vices is actief in de wereld van geautomatiseerde visuele inspectiesystemen. Onze voornaamste producten zijn optische en lasersorteermachines waar we vooral in de voeding vreemde voorwerpen halen en voeding met andere woorden veilig maken van vreemde voorwerpen. Ofwel in de recyclage waar we huishoudafval of industrieel afval terugverwerken tot bruikbare grondstoffen om weer verder een duurzame exploitatie te doen van die grondstoffen. Wat Vices uniek maakt is dat voor Vices het enkel mogelijk was om vreemde bestanddelen uit producten te halen op basis van kleurverschillen. Sinds Vices is het ook mogelijk om verschillen in kleur, structuur, vorm en densiteiten producten te onderscheiden van elkaar. Als Z-groep zijn we met onze bedrijfsactiviteiten gestart in april 1999 in België. En we zijn ondertussen uitgegroeid tot een West-Europese dienstverlener in veiligheid. Wij ondersteunen de veiligheidsdiensten van bedrijven in het domein van het verhuren, beheren en onderhouden van hun veiligheidsmiddelen. Dat is de ene kant van onze activiteit. En langs de andere zijde het inzetten en organiseren on-site van veiligheidspersoneel ter ondersteuning van de eigen veiligheidsdienst. Wat houdt innovatie bij ons in? Wij zijn voornamelijk gaan kijken hoe kunnen wij onze dienstverlening bij onze klanten en het proces wat eigenlijk die dienstverlening uitmaakt, hoe kunnen wij dat verbeteren? Innovatie is het sleutelwoord in onze hedendaagse economie. Ook de Vlaamse regering hecht veel belang aan innovatie. De Vlaamse regering stimuleert heel hard wetenschappelijk onderzoek en innovatie, maken daar ook veel meer extra middelen voor vrij. 2011 nog 60 miljoen euro extra, 2012, 13, 14 zal er ieder jaar ook tussen 60 en 70 miljoen euro vrijkomen. En we willen die vooral investeren in wetenschappelijk onderzoek, maar ook vooral in onze bedrijven die nieuwe oplossingen zoeken voor die grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Groene energie, duurzaam omgaan met materialen, duurzame mobiliteit, de problemen van de gezondheid. Die maatschappelijke uitdagingen die kunnen we alleen maar oplossen door innovatieve oplossingen. En onze bedrijven gaan die innovatieve oplossingen door onze economie in onze maatschappij introduceren. Het Creativity World Forum komt in november naar Hasselt en is een organisatie van Flanders DC. Het Creativity World Forum is het jaarlijkse bijeenkomst van 14 creatieve, innovatieve regio's van over heel de wereld. Regio's uit Brazilië, India, China, Amerika, maar ook natuurlijk uit Europa. Het is een forum dat wil inspireren, nieuwe ideeën aanbrengen aan het publiek, om zo tot creativiteit en innovatie te kunnen leiden.
Het Creativity World Forum is wereldwijd het congres waar creativiteit centraal staat en waar je echt die mix krijgt van bedrijfsmensen, van professoren, maar ook van creatieve mensen uit de kunstwereld of mensen die echt creatief bezig zijn, jonge mensen. En dat Creativity World Forum dat gaat dit jaar door in Hasselt en volgend jaar in Rio de Janeiro. Dus dat geeft al aan dat het echt wel een eer is om het hier in Limburg in Hasselt te kunnen ontvangen. Het Creativity World Forum is een unieke kans voor onze Limburgse bedrijven om in contact te komen met andere creatieve en innovatieve ondernemers. Wij halen sprekers naar hier die je normaal gezien niet in Vlaanderen te horen krijgt. Bijvoorbeeld Oliver Stone, Oscar-winnende regisseur, de oprichter van Wikipedia, de man die dus eigenlijk eigenhandig alle encyclopedieën heeft overbodig gemaakt. Maar ook misschien iets minder bekende namen voor het grote publiek, maar toch wel wereldtop. Malcolm Gladwell, die in alle lijstjes wereldwijd staat als meest invloedrijke businessdenker van deze tijd. Als wij als Vlaanderen willen bij de top 5 regio's horen tegen 2020, dan gaan we dat alleen maar kunnen bereiken wanneer we Vlaanderen uitbouwen tot een duurzame kennisregio. En daar staat innovatie in onze bedrijven, maar ook in onze maatschappij, in onze gezondheidszorg, centraal. Innovatie is een must. Innovatie moet een proces worden zoals elk ander proces in een onderneming. Als je niet innoveert, ja, dan sta je stil. En als je stilstaat, dan ga je stilletjes aan dood. Het Creativity World Forum vindt plaats in de Grenslandhallen van Hasselt op 16 en 17 november.